Moet dat nou echt? Ik heb het nooit zo op levende dingen meenemen van een andere planeet. Het is maar een boompje, pap. Ja, een ietepieterig klein reversiaans ratel-eik. Ja, uitgerekend van reversus. Dat is toch al zo'n gekke planeet. Alles is daar omgekeerd. Regen valt daar omhoog. Olifanten zijn er zo klein en vissen vliegen daar door de lucht. Alles is raar. We doen dit niet voor onszelf, maar voor ons biologieproject Vreemde Vegetatie. Jullie willen toch altijd dat we goede punten halen? Ja, maar er zijn grenzen. Oh, oké. Nou, dan halen we geen goede punten meer. Nee, je moeder bedoelt dat school best belangrijk is, maar dat het niet moet omslaan in blind fanatisme. Willen jullie nou wel of geen goede punten? Jullie zijn altijd zo inconsequent. Ja, als wij altijd inconsequent zijn, zijn we in elk geval consequent. Andere ouders zijn tenminste duidelijk. Wij moeten altijd maar raden naar wat jullie precies willen. Sorry hoor, probeer gewoon nuance aan te brengen. Het leven is niet altijd zo zwart-wit. Als het om school gaat, wel of niet ons best doen, scheelt voor onze urenvrije tijd. Wij zouden veel liever ook maar wat aanprutsen. Niet happen, Herma, ze zoeken ruzie. Waarom zijn jullie altijd zo lastig? Ik krijg het er gewoon benauwd van, weet je dat? Ik heb precies hetzelfde. Ik krijg geen lucht. Misschien moeten jullie het zuurstofniveau even op laten krikken door de boordcomputer. Ja, dat heb ik al gedaan, maar op de een of andere manier haalt dat niks uit. Het is allemaal jullie schuld. Ik denk het niet. Maar wij kunnen het wel oplossen. Hey, ligt die oude hoes van de papegaaienkooi nog in het ruim? Ja, wat is daarmee? Pak maar even. En nu? Zo, nu gaat het ongetwijfeld een stuk beter. Ja, ik krijg ineens weer meer lucht. Ik adem. Ik leef. Wat hebben jullie gedaan? Dat is toch niet zo moeilijk? Je zei dat op reversus alles omgekeerd is. Zo ook de fotosynthese van dit boompje. Gewone bomen maken zuurstof in het licht. Bij bomen van reversus is het precies andersom. Ja. Bij licht halen ze zuurstof juist uit de lucht. Jullie kregen het benauwd van dit ratel-eikje. En nu met die hoes erover denkt hij dat het nacht is. Je moet er maar opkomen. Nee, dat is omdat we ons huiswerk hebben gemaakt. Als we dat niet hadden gedaan, waren we misschien wel met z'n allen gestikt. Dus wees maar blij dat we ons best doen op school. Ja, ik zeg altijd, goed onderwijs is zo belangrijk. Ja, dat jullie goede cijfers halen, daar leven wij voor. Ja, zijn we bloedfanatiek in.